Vandaag is het thema Luister naar je vrouwenhart. Een thema dat heel breed te bekijken is. En de heer Art van Gol, een ex-voorlichter van de Hartstichting, die is naar Laatstein gekomen om het verschil tussen het mannen- en het vrouwenhart medisch onder aandacht te brengen. Want in eerste instantie hield ik mijn hart vast toen ik geen gedicht of een verhaaltje kon vinden dat vandaar voor toepassing kon zijn. Maar gelukkig, ik zat niet voor één kat gevangen. Ik vond in de kast mijn groot spreekwoordenboek. Mijn hart klopte in de keel, want zou ik wel genoeg spreekwoorden vinden om hiermee aan de slag te gaan? En ik geef het met een gerust hart het woord aan de heer Van Gol. Mannen en vrouwen verschillen van elkaar in ontelbaar veel opzichten. Uiterlijk, hormonen en wat dacht je van zwangerschap en de overgang? Goedemiddag meneer Van Gol, hartelijk welkom. U bent ex-voorlichter van de Hartstichting. Kunt u mij vertellen wat de reden was geweest dat u voorlichter bent geworden? Ja, dat is omdat ik een zogenaamde ervaringsdeskundige ben. Ik heb nogal veel meegemaakt op het gebied van het hart. En dat heeft tenslotte geresulteerd in allerlei operaties, van alles meegemaakt wat er zeg maar in de cardiologie te koop is. En 14 jaar geleden heb ik een donorhart gekregen. Daar heb ik een paar boeken over geschreven, daar kwam de Hartstichting ter oren. En ze vinden dan iemand die de boodschap van de Hartstichting uitdraagt, die ervaringsdeskundige is, ja, dat maakt het natuurlijk toch wat extra. En daarom had ze mij benaderd en zo ben ik van 2005 tot 1 oktober 2018 ben ik voorlichter geweest. Ja, freelance voorlichter. Ja. Dat is natuurlijk een hele mooie taak. En vanmiddag heeft u ons heel veel verteld over de verschillen, de medische verschillen tussen dan de signalen van de hartinfarct of net wat van mannen en vrouwen. Kunt u daar zelf nog wat meer over vertellen? Ja, sinds zeg maar 20 jaar is duidelijk geworden dat het ontstaan en de ontwikkeling van en ook de symptomen van hart- en vaatziekten bij vrouwen heel anders kunnen verlopen dan bij mannen. En als ik er nou één ding uit mag lichten, dat is bijvoorbeeld de symptomen, erg belangrijk natuurlijk. Veel mensen die een hartinfarct krijgen, mannen en vrouwen, die krijgen pijn op de borst, uitstraling naar de armen, uitstraling naar de kaken, naar de hals enzovoorts. Dat zijn eigenlijk wel algemeen bekende klachten. Maar nu blijkt dus dat vrouwen hele andere klachten kunnen hebben, zoals abnormale vermoeidheid en pijn achter tussen de schouderbladen en maagpijn, soms overgeven. En dat werd tot nog toe eigenlijk nooit herkend als mogelijk een hartprobleem, een voorbode voor een hartinfarct. En sinds een aantal jaren is dat duidelijk geworden, is de wetenschap, de cardiologen zijn daar volop mee aan de slag gegaan. En dan blijkt dat het nogal wat vrouwen treft. 15% van de vrouwen hebben hele andere symptomen dan de gebruikelijke. En als je dat niet weet, dan kan dat tot hele ernstige gevolgen, hebben natuurlijk. Hè? Het is namelijk ook zo dat vrouwen voor de overgang vaak veel minder kans hebben op hart- en vaatziekten. Dat is 2 keer minder dan mannen. Dus mannen hebben 2 keer meer kans, laat ik het zo zeggen, om hart- en vaatziekten te krijgen voor zeg maar de leeftijd van 50 jaar, vergeleken met vrouwen. Maar het blijkt dus dat na de overgang, en men denkt dat het komt door de hormonale bescherming, dat na de overgang vrouwen weer meer kans hebben op hart- en vaatziekten dan mannen. En met name na 70 jaar is de kans echt een heel stuk groter dan vergeleken bij mannen. Ja. Kijk, leefstijl. Een gezonde leefstijl, en dan moeten we denken aan bewegen, aan niet roken, aan een beetje gezond gewicht, aan voeding met name, niet te veel stress. Dat geldt voor mannen en vrouwen. Alleen dat kan wel op een andere manier uitwerken. Bijvoorbeeld als we zeggen van dat vrouwen na de overgang pas hun klachten krijgen, dan zitten ook daarin verschillen. Bijvoorbeeld te hoog cholesterol en te hoge bloeddruk treedt bij vrouwen voor de overgang veel minder op dan bij mannen. Is dat dan omdat het al een keer zo'n beetje aangestipt is? Het heeft er al mee kennis gemaakt, zogezegd? Ja, dat zou kunnen. Dat is nog niet echt bekend. Men signaleert alleen die het toen gehad hebben. Ja, dan zit het blijkbaar toch in de constitutie wat makkelijker, hoge bloeddruk. En misschien dat het daardoor dan ook later wat makkelijker optreedt. Ja.
Nu heb je natuurlijk ook allerlei verleidingen in de winkel. Hè? Dat is natuurlijk ook iets, het verschil tussen vroeger en nu. Hè? Dat is natuurlijk ook een gegeven. Ja. Ja, kijk, leefstijl is enorm belangrijk. Anderzijds, hè, en dat is ook iets wat de hartstikke helemaal niet wil, is om mensen een schuldbewustzijn aan te praten. Kijk, de verleidingen zijn enorm groot in onze maatschappij. En het is ook zo dat we lang niet geweten hebben dat dingen zo slecht waren. Hè, roken bijvoorbeeld. Ja, iedereen, met name jongens, die gingen vroeger als ze een jaar of 13, 14, 15 waren, dan gingen ze roken. Niet vanuit het besef dat zo verschrikkelijk slecht is, want daar zijn we intussen wel achter. En dan zeg ik altijd van, ja, je moet je niet schuldig voelen als je niet kunt laten. Want een verslaving dat is heel ingrijpend. Daar is heel moeilijk van af te komen. Daarom heet het ook verslaving. En dat geldt voor ons allemaal. We hebben allemaal wel iets waar we eigenlijk vinden van, ja, dat moeten wij niet doen, maar dat doen we toch. Of het nou zouten drop is, of noem maar een zijstraat, hè, of drank is, of roken is. Ja, om dat dan op te geven, dat vergt heel veel discipline. Ja. En dat zijn die verleidingen. En we worden eigenlijk aan alle kanten verleid, hè, door de voedingsmiddelenindustrie. Die stoppen van alles in hun eten, hè, wat het heel lekker maakt en wat ons verslavingsgevoelig maakt. Hè, dan moet je denken aan zout en aan suiker en aan vet. En als je dat in te grote mate doet, is dat niet gezond, hè, bij andere leeftijdsfactoren erbij. Dus het is in ieder geval al een pluspunt dat al ontdekt is en dat de mensen daarmee aan de slag gaan, de heren doktoren en de cardiologen. Want er is ook een mevrouw die daar specifiek in is aan het onderzoeken, hè? In de Radboud Universiteit. Ja, dat is dokter Roos. Die is een voorvechter altijd geweest, al een aantal jaren. Ik denk al wel 15 jaar. Op het gebied van vrouwen en hart- en vaatziekten. En die zegt ook van, er is nog zoveel te ontdekken wat we nu op dit moment nog niet weten. En daarom is het ook speerpunt bij de hartstichting al een aantal jaren. Hè, dat ze zeggen, nou, we moeten de vrouwen, met name, hè, de vrouwelijke populatie, informeren. Dat ze weten van, als er die klachten zijn, bijvoorbeeld pijn achter tussen de schouderbladen of maagpijn, dat een symptoom kan zijn van eventueel een hartprobleem. En dus niet alleen vrouwen informeren, maar ook artsen, hè, dat die het weten. Want huisartsen werd ook nog vaak dat die dacht van, ja, het zijn overgangsklachten. He, omdat het er ook op lijkt. En die hebben natuurlijk ook een moeilijke klus te klaren om aan de hand van wat iemand vertelt, om daaruit een conclusie te trekken. Valt niet mee. Ik vind wat dat betreft dat een huisarts een hele moeilijke taak heeft. He, want de specialist die heeft van alles tot zijn beschikking in een ziekenhuis. Komt er dan soms ook niet achter. En die huisarts, als je te snel doorverwijst, ja, dan krijg je ook wel op zijn donder. Want dan doet hij te snel doorverwijzen. En als je te weinig doet, kan dat natuurlijk ernstige gevolgen hebben. Dus dat is een hele verantwoording, vind ik. Vind ik een hele verantwoording van een huisarts, ja. Maar daarom is het ook heel fijn dat u vanmiddag deze voorlichting heeft gegeven. Wij zijn daar heel blij mee en wij willen u heel hartelijk danken. Ja, helaas bent u gestopt met voorlichting geven, alhoewel, in uw vrije tijd doet u het nog? Nou ja, als er verzoeken zijn, dan zeg ik, ja, ik ben geen officieel voorlichter meer. Maar er is nog steeds behoefte. En dan zeg ik, nou ja, de kennis die ik in 14 jaar vergaard heb op dit gebied, hè, die is niet meteen weg, hè, na 2 maanden. En ik denk dat ik er een goede zaak mee doe. En het hart gaat me extra aan het hart, zal ik maar zeggen. Ja. Vanwege mijn eigen geschiedenis, zal ik maar zeggen. Dus vandaar. Ja. Nou, dan wens ik u nog een heel lang en gelukkig leven. En hartelijk dank dat u deze middag bij ons bent geweest. Met alle plezier gedaan. Dank je wel. We danken jullie allemaal heel hartelijk voor de aanwezigheid, voor jullie aandacht, voor de vragen die jullie gesteld hebben. En we hopen dat je er allemaal iets aan hebt, want je steekt er altijd iets voor op, of voor jezelf of voor een ander. Dankjewel en nog een goed weekend.